En hier gaan we dus strijden voor plek 9, 10, 11 en 12 van vandaag. En dan is het Vince Moes, hij pakt hier de snelste start. Een kleine ongelukkige dag is hij vandaag. Ging één keer onderuit in de bocht, terwijl hij eerste lag. Ja, dan moet hij hier in de B-finale aan de bak. En hij gaat toch laten zien dat hij hier de sterkste is van de rest van het veld. De man van de Universiteit Assen, wie neemt hij dan met zich mee? Is Valentijn Kenter op positie nummer 2 daar. Wij gaan zien op positie nummer 3 zal dan Tobias Kemper moeten zijn. Of Joas L. Als we de bocht in gaan sturen. Oh, er komt een aanval. Op voorplek nummer 2 daar van de 672, Joas L. Hij schuift door naar positie nummer 2. Gaan we elkaar raken op het vierde rechte stuk daar. En dan gaat hij nog een keer onder de bal. L schuift nu wel door naar 2 en komt er nog een counter-attack. Het is Kenter tegen L voor plek 2. De winst gaat meest naar Vince Moes. En dan gaan we kijken, plek 2. Wordt het L, wordt het Kenter richting de jury, richting de finishlijn. Het blijkt toch Joas L te gaan worden. Die plek 2 hier pakt voor Kenter op 3.